Lions Club Quetta heeft gisteren voor de 28e keer haar jaarlijks terugkerende seniorendag georganiseerd voor de ouderen van Dijkveld en omgeving. De senioren zijn in het zonnetje gezet, maar zijn ook gemotiveerd een gezonde leefstijl op na te houden. De Lions nodigde als motivatiespreker districtscommissaris Ricardo Bolla uit, die met de ouderen sprak over gezond ouder worden. De DC drukte de senioren op het hart dat zij goed voor zichzelf moeten zorgen, wat betekent dat zij niet alleen op de voeding moeten letten, maar ook voldoende moeten drinken. Meer drinken, anders gaat u uitdrogen. Die versie opvatten. Uw spieren hebben vocht nodig, uw organen ook, uw hersenen ook. Veel drinken. Maar dan gaat u weer zeggen, ja, maar ik moet elke keer gaan plassen. Het is lastig, hè, op te staan om te gaan plassen. Want als jullie eenmaal zitten, ik heb naar Zeta Bever. Weten jullie trouwens dat jullie uren zitten? Weten jullie niet, hè? Ik weet het, weet je hoe ik het weet? Meshinami Egimma. Ik moet mama iedere keer zeggen, ma, sta op, doe. Of op Chinsono. En weet u hoeveel gezondheidsvoordelen u heeft door alleen op te staan en te lopen naar het balkon? Daarover ga ik niet te veel ingaan, anders kan ik nog een hele dag praten. Ja? Dus voeding en drinken. Twee. Belangrijkste ook. Bewegen. Bolla moedigde de senioren verder aan om tenminste om de paar uurtjes per dag even op te staan en rond te lopen. Volgens Suresh Narayan, president van Lions Club Quetta, bestaat de Lions al 30 jaar en de seniorendag hebben zij na 2 jaar stilte vanwege COVID weer kunnen organiseren. Het is een patentproject van Lions Club Quetta dat we elk jaar weer doen. En vandaar dat we weer na lange tijd weer dit hebben gedaan. Eerder hebben we gedaan in de honderdtallen. Maar dit keer moesten we het aanpassen, ook van de, omdat de COVID nog niet helemaal weg is. Hebben we gemeend om het toch wel wat beperkt met een 60, 65 mensen te doen. Zodat het een beetje toch beheersbaar blijft en niet een te grote groep wordt. Nou, dat doen we altijd, dat er een thema wordt bijgehaald. U weet, met de COVID achter ons is, waren de mensen heel veel thuis. Dus is er gemeend om een gezondheid iets erbij te koppelen. Een motivational, hoe gezond ouder te worden met de oudjes erbij. Dus met de COVID is dit een beetje erbij gekomen, dat we dit keer deze thema hebben gekozen. Lions Club Quetta heeft voor het jaar 2022 nog op schema een bomenplantenproject, aldus president Narayan.